Dames en heren, hartelijk welkom bij Tekenen met Vincent. En in deze aflevering gaan we tekenen met Vincent. Okay, people, let's go to work. Ja. We hebben hier ons tekenvel en tekenvel, ons tekenblad. En we gaan hier elke keer weer wat op tekenen. Deze serie komt vast op de zaterdag, dus hou je gereed. Ik heb in de comments gelezen van mijn vorige aflevering en iemand had gezegd teken Minion uit Despicable Me. Nou, ik heb hier onder mij staat hij. Hartstikke leuk. En we gaan hem natekenen. Ik ga hem proberen. Hè. Het is altijd best pittig om na te tekenen. Zijn vorm is een beetje... Even kijken hoor. Oh, dat hoort niet, dat stuk. Wacht even. Zoiets? Nou, dat is helemaal niet zo slecht. Dan krijgen we natuurlijk die armpjes. Die bungelen een beetje. Een middelvinger en een handje zo. En dan komt gelijk dat lichaam eronder. Zo, en dan komen die beentjes. Ik teken eerst altijd de vorm, jongens. Want anders gaat het mis. Oh, wauw. Wat wordt dit mooi. Ik ga mijn best doen, jongens. Ik ga mijn best doen. Hij is een beetje een sloeber, hè? Ik weet dat minions, die zijn altijd heel erg gek. En ja, die maken altijd vreemde geluidjes. Ik probeer dat hier een beetje na te bouwen. Nou, dat ziet er nog helemaal niet zo slecht uit. Ik teken de schoenen. Hij heeft wel hele nette schoenen, hoor, voor een minion. He, hij heeft niet van die hele rare cowboy boots, wat je bij SpongeBob zag. Hij heeft gewoon echt gewoon hele mooie hakjes, heeft hij ook. Zie je het? Zo, hoppakee. Hij heeft ook geen fetus, helemaal niks. Ik denk dat minions sowieso geen fetus kunnen strikken. Nou, dan krijgt hij hier zo'n gondeltje, of een hemdje is het. Ik maak hem gewoon zo. En... Hij loopt zo en dan krijgt hij een broekje. En dat broekje sluiten we aan met zijn arm. Maar zijn arm loopt zo. Dus die mag ik doortrekken. Zo. Ik weet niet waarom één arm dikker is. Oh, dit is echt lastig. Want dit voetje loopt helemaal niet goed. Zie je dat? Het hoort eigenlijk zo te lopen. Nou ja, goed. Maar we doen alsof hij een beetje schuin staat. Nou, dan krijgt hij hier zo'n logo. En dat is volgens mij de Despicable Me logo. Nou ja, dat hoort gewoon bij. Zo. En daar zit een streep in en die loopt tot daar, zo. En dan hoort er nog een cirkel omheen. Nou, die cirkel ziet er wel het mooist uit van de hele tekening, geloof ik. Even kijken, nou, zo'n streep lijkt net een gulpje. Misschien is het al een gulp. Dan laten we daar niet te veel aan denken. En dit loopt door tot aan het armpje, het knoopje. Het knoopje van zijn, wat is het? Daar houdt het allemaal bij vast, zeg maar. Deze moet ook dikker. Zo, die loopt ook met een knoopje vast. En die loopt dan zo, ja. Oké, cool. Nu krijgen we het gezicht. Nou, dat gezicht is altijd leuk. Hij heeft gewoon een mondje. Nou, dat gaat goed. En dan twee grote ogen. Hij heeft een bril op. Want ja, sommigen hebben geen bril en sommigen wel. Het moeilijkste is om een mooie cirkel te maken. Maar ik doe mijn best. Het zijn grote glazen. Lijkt net een duikbril, man. Nou, daarin komen die brillenglazen moeten we gaan tekenen. Oh, wat een prilly werk. Met een muis moeten we dit doen, jongens. Die hard hier. Zo. En dan tekenen we die oogjes. Hele cute oogjes. Zijn ook rond. Oh, hij ziet er wel schattig uit. Vind je niet? Hè? En heeft een klein pupilletje erin. Zo. Een klein pupilletje, maak er maar wat groter pupilletje van. Kijk, hij is wel lief. En heeft hier een paar haartjes uitsteken. Die hele droge haartjes zo. Wauw. Hij ziet er wel leuk uit, toch? Zo, hij kijkt al een beetje anders. Ik weet dat het model niet zo heel netjes is. Maar, ach, het heeft wel iets, toch? Nou, laten we het zeker even in de comments achter wat jullie de volgende keer willen zien, wat ik probeer na te tekenen. Als je een goed idee hebt, dan neem ik hem mee naar de volgende aflevering. En ik zou zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer met Tekenen met Vincent. Doei!